Vroegman Logistics is een logistiek dienstverlener in het hoofdkantoor in de Rotterdamse haven en actief over de hele wereld. Wat wij doen, als je het heel basic neemt, de opslag van goederen. En we zorgen dat het komt vanuit Japan, Amerika en dat het geleverd wordt thuis tot Milaan of Rotterdam. Het is een mooi bedrijf. Het biedt van alles. Je kan verschillende dingen doen hier, zoals controle uitvoeren, zoals ik. Wij hebben op het moment 4 reservisten bij ons werken. En dat is best aardig wat. Op een club van 500 medewerkers is dat nog beperkt, dus dat kunnen er zeker meer worden. Voordat ik bij Broekman Logistics begon, was ik beroepsmilitair. Ik heb 8 jaar gediend, 3 jaar bij het Koninklijk Huis. Vervolgens een wachtmeesteropleiding gedaan en toen ben ik voor 3 jaar op Schiphol geplaatst. Als zijnde grenscontroleur. Wij hebben direct contact met de afdeling BBO, de uitstroomorganisatie van Defensie. Daardoor hebben we een FPS 2, corporaal 1. Ja, dus iemand die uit moest stromen bij Defensie, bij ons binnen kunnen halen. Voordat ik hem overnam, heb ik wel gezegd dat ik graag wil dat hij reservist blijft. Omdat wij daar ook de meerwaarde van zien. En zo ben je toch nog een beetje betrokken bij de speciale opdrachten in het land. Die voor jou. Dankjewel en tot ziens.